Welkom bij de 5e aflevering van het Monnikendammer Kinderjournaal. Geel in het teken van Sinterklaas. Nog maar 2 nachtjes slapen en dan komt Sinterklaas met de Pieten naar Monnikendam. En vandaag ga ik weer een dagje op avontuur door Monnikendam. Gaan jullie met me mee? Nou, dit is Matteo. En Matteo die oefent om Piet te worden. Kijk. Goed zo. Nou, wat doe jij dan allemaal? Oh, wauw. En dan bezorg je pakketjes zo? Ja? Nou, laat maar zien. Wauw, dit is echt goede pietenkunstjes hoor, dit. Geweldig. Een echt pietje hebben we hier al. Hartstikke goed. We zijn hier met Feline, met Ilse en met Milou. En het wordt hier heel erg hard geoefend voor de handstand. Want we willen graag de handstand van Sinterklaas laten zien. Dus Milou, kom even hier. Ga even aan de kant. Zo, kijk. Feline. Wauw, dit is echt... Wauw, applausje. Wat knap, wat knap. Nou Ilse, laat maar zien. Kijk nou toch. Echte goede acrobaatjes. Hulpietjes. Knap hoor. Ik denk dat Sinterklaas dit wel mooi gaat vinden, dames. Goed gedaan. Heel goed. Heel goed, Milou. Nou, dit zijn dus Tijn en Manouk. En die kunnen iets heel speciaals. Nou, laten we het maar even bekijken. Sinterklaas kapoentje, gooi wat in mijn schoentje. Gooi wat in mijn laarsje. Dank je, Sinterklaasje. Sinterklaasje, bonnen, bonnen, bonnen. Gooi wat in mijn lege, lege tonnen. Gooi wat in mijn laarsje. Dank u, Sinterklaasje. Nou, dit is dus wel heel knap, want dit is op zijn kop een Sinterklaasliedje zingen. Ik ga het ook even proberen hoor. Wacht even. Ik ga even proberen. Oké, nou, jullie kunnen dit beter dan ik. Ik ga nog maar eens eventjes wat anders doen, denk ik. Ja. Sinds komt de zomer uit Spanje weer aan. Hij brengt ons Sint-Nicolaas, ik zie hem al staan. Hoe op zijn paardje en de kop en neer. Hoe hij de rimpels al heen en alweer. Er is weer contact met de boot. Ik ben heel benieuwd wat daar vandaag weer te zien is. Zeg Piet, komen we al een beetje in de buurt van Nederland? De kinderen wachten op ons. Ja, ik heb heel goed nieuws. Kijk er eens. Ach, we een jonge dame. Oh, but, oh, this, no, 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 this is England. Do you want some tea? England? Maybe. England. Piet, we zijn in Engeland, maar we moeten naar Nederland. Dag lieve dame. Dan zijn we iets Hello. Uit de richting. Oh. We zijn zeker uit de richting. Yeah, this is Dag, England. Dag lieve dame. You don't want some tea? No, no? Another time. Oké. Okay. Oh, sorry Sint. Oh jongens, welke kant moet ik nou op? Ik ben terug naar Spanje geweest. Ik ben in Frankrijk beland. In Engeland. Ik kan niet weer Sinterklaas teleurstellen. Hey Koekelpiet. Hey, dag Koekelpiet. Hoe gaat het? Hey Hoofdpieter. Weet ja. We nou inmiddels waar we heen gaan? Ja, de goede. Nou, volgens mij is dat niet de goede kant. Dat is de goede. Dat is de goede kant, rechts. Nee, links. Links is de goede kant hoor. Nee, zeker niet. Jawel. Nee, het is rechts. Nee, links. We gaan nou de goede. Serieus, nee. Links hè? Nee, Koekelpiet. Links. Geloof het, het is die kant op, rechts. Geloof mij, ga nou maar linksaf. Ik ga de goede. Ja, wat is de goede? Links. Dat is de juiste. Nou, bedankt. Dank jullie wel. Weet je wat ik doe? Ik bel de wegwijspiet. Die kan mij de juiste richting in wijzen. Hé, hey, wegwijspiet. Ik heb je hulp nodig. Ja, Google. Het lukt me niet. Het lukt me niet. Ik heb je hulp nodig. Hoe moet ik? Want ik ben al 3 keer verkeerd gegaan. Van links. Naar rechts. En naar links.
Oké, gaan we doen. Op de boot van Sinterklaas staat sinds een grote pieterploeg. We varen over zee van 's avonds laat tot 's morgens vroeg. Cadeautjes worden ingepakt, dat is een groot karwei. Het wordt weer een leuk feestje, want wij zijn van de partij. Sint en Pieter, die gaan genieten van alle feestjes en de visite. Sint en Pieter, die gaan genieten van alle feestjes en de visite. Ze klimmen op de daken midden in de donkere nacht. Heel hard werken, ze gebruiken alle kracht. Stiekem en heel zachtjes, alle schoenen een cadeau. Niemand wordt vergeten, misschien krijg je een majoor. Sint en Pieter, die gaan genieten van alle feestjes en de visite. Sint en Pieter, die gaan genieten van alle feestjes en de visite. Zakken, pepernoten bakken op bezoek bij alle kinderen die naar de feestjes snakken. Pieter zijn diploma, we zeggen met diploma, we dansen en we zingen en ook doen we springen. Zoeken op de daken in alle hoeken gaten, complimentje voor Piet en al zijn maten. Paard van Sinterklaas, houdt van speculaas, doe maar mee en we zingen als het gaat. Sint en Pieter, die gaan genieten van alle feestjes en de visite. Sint en Pieter. Piet. Nou, lieve kinderen van Monnikendam, ik begin me wel een klein beetje zorgen te maken, want Sinterklaas zou hier zaterdag moeten aankomen, maar hij is nu in Engeland. Hij is wel in de buurt, maar hij is er nog niet. En volgens mij weet er niemand op die boot waar ze precies naartoe moeten. De hoofdpieten weten het namelijk ook niet. Maar gelukkig is het wel een feestje zoals we net zagen. Er wordt gedanst, er is heel veel gezelligheid. Dat feestje dat komt er wel. Nu maar hopen dat dat feestje ook in Monnikendam gaat komen. Hé, hey, wat ligt daar nou? Oh. Jee, het lijkt wel Sinterklaas cadeautjes. Oh. Staat er een naam op? Ik ga het gewoon openmaken. Disco kruidnoten letters om zelf te bakken. Oh. Pindakaas? Oké. Hey. De zak van Sinterklaas? Oké. En nog een cadeau. Een pietenmuts? Hè? Zal dit van Sinterklaas zijn? Mevrouw Anna, kom! Hey, mevrouw Angela, Wat heb jij hier allemaal? Ja, ik liep dus hier uit de deur. Ja. En hier lagen dus allemaal cadeautjes. Sinterklaas cadeautjes. Dat zijn de pakketjes die meneer Ed van de Sinterklaas bezorgservice hier heeft gebracht. Dat zijn pakketjes die eigenlijk bij Sinterklaas hadden moeten worden bezorgd. Maar ze zijn hier per ongeluk beland. Oh jee.
Ja, wat zullen we er eens mee doen? Ja. Kun jij er iets mee in de tussentijd? Anders neem ik ze mee naar binnen. Ja? En dan kan ik ze alvast in zijn werkkamer neerleggen. Is dat een goed idee? Dat is een heel erg goed idee. Yes. Wat een slim plan, mevrouw Angela. Wat goed. Ik neem het mee. En tot die tijd ligt het hier goed in de bolder. Geweldig. Nou, fantastisch. Ja. Zijn die pakketjes in ieder geval goed terechtgekomen? Wat goed, ja. Zeg. Zo. Geweldig. Nou, hartstikke bedankt hoor. Dankjewel. Helemaal goed. Doei. Dag. Mevrouw Anna. Hé, hey, meneer Albert. Kijk wat ik heb geleerd. Een nieuwe boot voor Sinterklaas gebouwd. Heb je een nieuwe boot voor Sinterklaas gebouwd? Een nieuwe boot voor Sinterklaas. Wauw. Daar kunnen extra veel pepernoten in en extra veel cadeautjes. Voor alle kinderen van Monogram. Nou, dat is wel echt een heel mooi iets om geleerd te hebben dit jaar, zeg. Hebben jullie het gezien? Kijk hoe groot. Wow. Hij is enorm groot. En hoog. We kunnen de cadeautjes goed stapelen. Wat leuk. Ik denk dat Sinterklaas dit echt fantastisch gaat vinden. Denken jullie ook niet? Misschien moet hij een keertje komen kijken of het... Ik hoop dat hij een keer komt kijken, mevrouw Anna. Ja, dat zou leuk zijn, hè? Nou, ik vind het in ieder geval geweldig. Dankjewel voor deze leuke boot. En ik ben benieuwd wat Sinterklaas ervan vindt. Dankjewel, ik ook. Hoor. Dankjewel. Dag. Doeg. Oh, hey, leuk dat jullie zijn. Ik ben de reiziger en ik heb heel wat gereisd de afgelopen tijd. Maar ja, met corona komt daar niet zoveel van. En nou ben ik hier in Monnikendam beland. En wil je kijken wat een mooi stukje? Geen kind te zien, heel het park voor mezelf. Een mooi plekje, tentje uitgeklapt, koffertje uitgepakt, knuffel neergezet. Zo een hengeltje uitwerpen, dat wil wat. Hé, maar kom nou eens. Kijk, als reiziger krijg ik nooit zoveel cadeautjes, hè. Maar kijk, kom nou eens kijken wat ik hier gevonden heb. Gaan we mee? Ja, echt waar. Het lag hier gewoon. Kijk eens, zo'n cadeau, hè. Helemaal van mij. Die krijg ik niet dagelijks. Hey. Hey. Ah, dat is jammer. Ik had eigenlijk een betere plek voor hem geweten. Hé, hey, een cadeau. Het lijkt wel een Sinterklaas cadeau. Die breng ik naar de Nicolaaskerk. Oh! Nou, fijn om te weten dat die werkkamer van Sinterklaas dus in de bolder komt. Is toch geweldig? En daar kunnen jullie ook je tekeningen en je kunstwerken in die prachtige brievenbus brengen. En ik hoop dat Sinterklaas wel nieuwe pepernoten meeneemt, want deze beginnen wel een beetje oud te worden. Misschien wel met zijn nieuwe boot? Zagen jullie dat? Dat cadeau voor Sinterklaas, dat is weer gevonden. Geweldig.